Nee, ik ga niet naar de voetbalwereld, zoals blijkbaar velen onmiddellijk begonnen te speculeren. En ik stap ook niet over naar N-VA. Maar wat er wel gebeurt, mijn voorzitterschap eindigt op 15 november. Er is een nieuwe verkiezing. En ik heb gekozen om mij niet meer kandidaat te stellen. Van Bezien was 5 jaar lang voorzitter van De Groene en hij blikt tevreden terug. We hebben nog nooit zoveel leden gehad in de geschiedenis van Groen dan vandaag. We hebben ook nog nooit zoveel lokale mandatarissen gehad als vandaag. We zijn ook nog nooit in zoveel lokale meerderheden geweest dan vandaag. Lokaal lukte het wel, maar ondanks mooie scores raakte zijn partij nergens in een regering. Ja, dat klopt. Dus dat hadden we natuurlijk graag anders gezien. Zeker in de Brusselse regering is dat vrij aberrant, want daar hebben we zeer goed gescoord. Maar de Vlaamse regering kijkt toch in de eerste plaats naar de CD&V, die gekozen heeft voor een rechtsconservatieve regering. Daar waren ook alternatieven mogelijk. Maar goed, nu zal het vanuit de oppositie zijn dat wij gaan aantonen dat sociaal en milieubeleid op een andere manier veel beter zou kunnen zijn. In tijden van centrumrechts moet links de krachten bundelen, zo vindt hij. Ik denk dat wij op een hele goede manier moeten samenwerken, ruim. Dat wil zeggen ook met SPA, maar ook met ACW, ook met de milieubeweging. Er zijn heel veel partners waar we mee moeten samenwerken om voor deze regering een alternatief op te bouwen. De Borger Houtenaar is Vlaams parlementslid en hij zittelt ook in de Antwerpse gemeenteraad. Daar wil hij zich nu op gaan focussen. De BAM-overkapping vindt in zijn ogen alvast geen genade. Wel, dat is natuurlijk het oude liedje. Hè. Iedere keer zeggen ze, ja, maar wij kunnen dat ook, dat overkappen. Maar ze hebben dat tot vandaag nog altijd niet bewezen. En integendeel. Hè. Dus het is voornamelijk het feit dat zij 2 grote verkeerswisselaars nodig hebben die ervoor zorgen dat een volledige overkapping niet zal kunnen. De leden van Groen verkiezen op 15 november tijdens hun congres hun nieuwe voorzitter. Heel wat Groen-mandatarissen betreuren het vertrek van Van Bezien. Ik vind het jammer. Want het was een zeer goede voorzitter. Hij heeft de partij stappen vooruit laten zetten door de verbreding van het profiel. Bij de kanshebbers om Van Bezien op te volgen circuleert onder andere de naam van Merim Almaci. Ze is voorzichtig. Op dit moment ziet u hier een team. Het is nog te vroeg om op die vraag te antwoorden. Het enige wat ons nu... U zegt niet nee. Ik zeg niet nee en ik zeg niet ja. Ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is om nu te koesteren wat we hebben en met dit team allemaal samen de komende 5 jaar aan te vatten. En we zullen wel zien, we hebben nog tijd tot eind september.